4-3-2-1. What up? And when I'm on the mic, the suckers run. Word. Surprised you're on my team. I get it, I got it, I know it's good. The rhymes are right. Welkom at Casa Antil. Deze keer zit ik in de Senaat met naast mij niemand minder dan de voorzitter van de Senaat, Stefanie Dozen. Eerst en vooral enorm bedankt dat ik hier mag zijn. Wie is Stefanie Dozen eigenlijk? Goh. Hadil en hartelijk welkom in deze Senaat. Wie is Stefanie Dozen eigenlijk? Ik ben momenteel 42 jaar. Ik woon in Gent, maar ik ben afkomstig uit Roeselare. Ik ben een van die vele West-Vlamingen die in Gent is blijven plakken. Ik ben niet getrouwd, maar ik heb een vriend. Ik ben kinderloos, maar ik heb een grote, dikke, geadopteerde kat. Voilà, dat is het zowat. En zoals u al zei, inderdaad, ben ik senaatsvoorzitter. Dit is in de eerste plaats een vlog voor het humanistisch verbond. Ben je eigenlijk vrijzinnig humanist? Ja, ik ben voor mij, ik ben humanist en ik ben vrijzinnig. Hè. Natuurlijk niet van in het begin van mijn geboorte, uiteraard niet. Ik ben opgegroeid toch wel in een katholiek West-Vlaanderen. Ik ben zelfs naar een heel strenge nonnenschool geweest, het Bisschoppelijk Lyceum der Grauwe Zusters. Ja, en die hebben mij echt geduwd naar het vrijzinnige, absoluut. Ik ben ook een humanist en het humanisme dat ligt voor mij absoluut niet ver van het liberalisme. Beide gaan uit van het geloof in de mens, het geloof in vrijheid en het geloof in verantwoordelijkheid. Dus de beide zijn eigenlijk een match made in heaven. En is dat humanisme de basis waarom dat je aan politiek doet? Voor mij is de basis om aan politiek te doen eigenlijk een heel persoonlijk verhaal. Dus mijn vader, mijn ouders waren zelfstandig. En mijn vader heeft op heel jonge leeftijd een hersenbloeding gekregen. Is heel lang in revalidatie geweest. En als je zelfstandig bent, dan staan heel weinig mensen daarbij stil wat dat eigenlijk doet. Wat dat familiaal betekent, maar wat dat voor het personeel betekent en wat dat ook financieel betekent. En ik was daar eigenlijk redelijk wat verontwaardigd voor. Ook op de manier waarop dat men dan behandeld wordt door de instanties, laat het mij zo zeggen. Dat ik dacht, ik ga in de politiek, ik wil dit veranderen. En dat is eigenlijk mijn beweegreden geweest om de eerste keer mij aan te melden bij de Jong VLD. Jong VLD Roeselare, en daar is het eigenlijk allemaal begonnen. We zitten hier momenteel in de Senaat. Die wordt afgeschaft of gedoopt. Ja. Hoe ga je dat doen en waarom? Ja, wel, we zitten hier inderdaad in de Rode Salons. Dit is hier een prachtige omgeving. Hier gebeuren eigenlijk alle officiële ontvangsten. En wanneer dat ik natuurlijk spreek over de afschaffing van de Senaat, spreek ik over de afschaffing van het instituut en de afschaffing van het zogenaamde bicameralisme. Ik ben wel van mening dat de prachtige gebouwen die we hier hebben, dat is ons erfgoed, dat is onze geschiedenis. En daar moeten we met z'n allen heel trots op zijn. En die gebouwen moeten dan ook in stand gehouden worden. Waarom is mijn persoonlijke mening dat de Senaat als instituut best wordt afgeschaft? Is omdat je hier in dit land al voldoende parlementen hebt. Ik ben iemand die nogal redelijk gesteld is op efficiëntie. En in mijn ogen is een bicameraal systeem met alle verschillende deelparlementen dat we hebben niet het meest efficiënte systeem. Want ik neem aan dat dat vroeger wel zin had. Wel, als je natuurlijk kijkt naar de geschiedenis waarom dat de Senaat is opgericht, en België is daarin geen unicum, de meeste landen hebben dit systeem voor ogen gehad, is
ja, voor eigenlijk de revolutie die we in België in 1830, 31 hebben gehad, was eigenlijk alles in macht van de koning en de adel. Toen heeft het volk gezegd, ja, maar wij willen rechtstreekse inspraak. Wij richten een parlement op, een kamer van volksvertegenwoordigers. Dat was natuurlijk de adel en het koningshuis wat bezorgd over die revolutionaire rechten en wetten die zouden gestemd worden in die kamer. En daar is er eigenlijk een pendant van opgericht, de Senaat, die eigenlijk voornamelijk bevolkt werd door de adel, omdat om op de lijst te kunnen staan voor de Senaat moest je belastingen betalen. En dus dat betekende dat eigenlijk enkel de rijken die belastingen konden betalen en dat betekende dat de Senaat enkel werd bezet door edellieden. Je kan dat ook zien wanneer je in de Senaat rondwandelt en je ziet de portretten van mijn voorgangers. Het is altijd met een kleine D of een kleine V. En dat was eigenlijk om de pendant te zijn, om die revolutionaire kamer wat tegen te houden en wat te temperen. Gelukkig zijn natuurlijk anno 2023, spreken we niet meer van adel die de revolutionaire kamer moet tegenhouden. Dus is eigenlijk die bestaansreden om eigenlijk elke wet te dubbelchecken voor een stuk uiteraard weggenomen. Er zijn natuurlijk in mijn ogen, door alle verschillende staatshervormingen die er gebeurd zijn, is de Senaat blijven bestaan, maar zijn er steeds meer en meer bevoegdheden weggenomen, waardoor dat het instituut vandaag nog bestaat, maar heel weinig bevoegdheden. Mijn persoonlijke mening is van, ja, dan schaf je het beter ineens helemaal af en dan kijk je na wat dat je hier in de gebouwen kan doen. Er zijn bijvoorbeeld heel veel mensen die pleiten voor om hier een burgerparlement te installeren. Daarvan zeg ik, waarom niet? Maar het vroegere systeem, het bicamerale systeem waarin dat elke wet hier nog een keer tegen het licht werd gehouden, die dan terug werd gestuurd naar de Kamer, lijkt mij een systeem die anno 2023 niet meer nodig is. Mensen of zelfs partijen die dan niet zo... Ja, heel veel. Heel veel politieke partijen, ja, die... sommigen willen een terugkeer naar het volledige bicamerale systeem, dus waaraan dat de Senaat eigenlijk volledig terug in zijn eer en glorie wordt hersteld. Aan de andere kant is er natuurlijk ook hier de vrees die er bestaat voor het personeel, wat dat ik ook begrijp. Hè. We kunnen niet de ambtenaren die hier werken van de ene dag op de andere dag op straat zetten. We zullen daar goed moeten over nadenken. Wat dat we verder ook met de gebouwen doen, hè, met de infrastructuur, met de verdere zorg. Maar dat kan in mijn ogen geen argument zijn om niet te durven nadenken over het bicamerale systeem aan zich. En de verkiezingen volgend jaar, ja. Is dat dan iets waarbij de afschaffing van de Senaat een rol zou kunnen spelen? Het zal zeker een thema zijn, omdat deze legislatuur kunnen we het de facto niet doen. Zelfs moesten we een politiek akkoord hebben. De mening van mijn partij is duidelijk. De mening van de andere partijen is soms niet helemaal duidelijk of zijn falikant tegen. Maar sowieso moeten we daarvoor de grondwet wijzigen. Ja, de grondwet wijzigen, dat kan je niet zomaar. Daarvoor... Dus het moet via het parlement? Het moet sowieso via het parlement. En je moet sowieso de artikelen die betrekking hebben op de Senaat voor herziening vatbaar verklaren. Dat is de vorige keer niet kunnen gebeuren, hè, omdat onze regering gevallen is over het Marrakesh-pact. Dus men heeft de artikelen niet voor herziening vatbaar kunnen verklaren. We moeten dat altijd doen vlak voor de verkiezingen. Dus sowieso is dit de volgende stap die we moeten nemen. Deze artikelen voor herziening vatbaar verklaren. Dan moeten er verkiezingen over gaan, zodat mensen zich daarover kunnen uitspreken. Dus vandaar dat ik zeg dat het wel een thema zal zijn in de verkiezingen. En na de verkiezingen zal hierover dan een definitieve beslissing moeten vallen. Maar dat wil niet zeggen dat we daarvoor niets kunnen doen en dat we het werk niet kunnen voorbereiden. En daar ben ik eigenlijk achter de schermen ook wel al een tijdje mee bezig. Ik zou nu eigenlijk ook de komende maanden hoorzittingen hier in de Senaat willen organiseren met grondwetspecialisten over hoe dat we verder kunnen gaan met het al dan niet de overgang van een bicameralisme naar een monocameralisme. En dat doe ik dan graag in de openheid, in de openbaarheid, met commissiezittingen en dus met hoorzittingen. Ergens wel spijtig dat dit een mooie werkplek is. Absoluut, absoluut. Het is een mooie werkplek met gigantisch goed personeel. Maar ik denk dat we dit goed personeel en deze mooie gebouwen beter voor iets efficiënter gebruiken.
dan eigenlijk voor de beperkte bevoegdheden dat de Senaat vandaag heeft. En dus waarom niet omvormen naar een burgerparlement? Dat lijkt mij in deze tijden waarin dat mensen meer inspraak willen, waarin dat ze zich iets te weinig gehoord voelen door politiek, waar dat soms de kloof tussen burger en politiek heel ver lijkt, lijkt een burgerparlement in mijn ogen, ik moet altijd opletten natuurlijk, want als voorzitter heb ik een neutrale rol en vind ik ook wel, ik doe alles wat ik moet doen als voorzitter, ook alle protocolaire taken die daarbij gemoeid zijn, maar ik ben daarnaast ook nog een politica met een eigen mening. En mijn eigen mening als politica is dat ik heel graag deze gebouwen zou omvormen tot een burgerparlement. Ik neem aan dat je feminist bent. Ik heb vernomen dat het politieke beeld vrij mannelijk is. Ja. Hoe ga je daarmee om? Is dat ook in de Senaat? Ja. Wel, ik moet zeggen dat we in de Senaat redelijk blij kunnen zijn op onze cijfers. Dus 50% van de senatrices zijn vrouwen. Hè. Bijvoorbeeld ten opzichte van de Kamer, hier recht tegenover, daar is er 43% van de vrouwen. Dus op zich kunnen we zeggen, oké, we doen dat hier goed. Maar wanneer dat je een stapje hoger gaat, en wanneer dat je bijvoorbeeld kijkt naar de fractieleiders, partijvoorzitters, dan zie je toch wel een overwegend mannelijke omgeving. En ook hier spreken we nog steeds van een glazen plafond. Hoewel we als vrouw hard werken of zelfs harder werken, soms moeten werken dan mannen, zie je wel dat voor de bepaalde topfuncties dan het nog steeds een mannelijke omgeving is. Dat is één. Twee, het is ook soms een gegeven van een mentaliteit die daarom niet per se slecht bedoeld is. Ik ga bijvoorbeeld vaak mijn land gaan vertegenwoordigen in het buitenland. Ja, daar schrikt men als bijvoorbeeld mijn mannelijke medewerker mee is, ja, dat ik de senaatsvoorzitter ben en dat dit de medewerker is. Men denkt vaak dat dat nog de omgekeerde rol is. Dus het gaat er ook dan ook over om daarover zoveel te vertellen. Ja, dat stoort mij absoluut, ja. Ja, het is iets wat ik al vaak heb aangekaart. En dus vandaar vertel ik ook die verhalen enorm veel. Ben ik ook blij dat ik de jongste senaatsvoorzitter ook ben. Ga ik ook heel veel in scholen gaan spreken om jonge meisjes, om jonge vrouwen te motiveren om in de politiek te stappen en zich ook niet te laten terugdeinzen als ze zien naar bijvoorbeeld partijvoorzitters, dat dat hoofdzakelijk mannen zijn. Dat er ook voor vrouwen en meisjes absoluut een nood en een plek is om deel te nemen aan het politieke bedrijf. Ik neem aan dat jij als politica veel moet lezen, ja. Maar lees jij ook romans? Ja. Kijk jij vaak naar tv-films? Ja, wel, ik ben een enorme lezer. Ik ga erbij zeggen, ik ben een slechte slaper. Dus ik lig vaak wakker. En ja, om mij dan door die lange uren door te helpen, ben ik een fervent lezer. Eigenlijk al van toen ik kind was. En zo, zijn we dan bezig met romans? Romans, literatuur. Ja, ik ben nu bezig met de laatste nieuwe van Ilya Leonard Pfeiffer. Een van mijn lievelingsauteurs. Ja, mijn beste vriend heeft ook een boekenwinkel in mijn straat. Dus ja, ik heb een constante aanlevering van goede boeken. Zowel fictie als non-fictie. Ik ben ook iemand die heel graag biografieën leest. Uiteraard van politici. Omdat ik denk dat het altijd wel interessant is om te leren van mensen die je vooraf zijn gegaan. Ik sta ook als jonge vrouw op de schouders van alle feministes die mij zijn vooraf gegaan. Jeanne Brigode, Marie Popelin. En ik lees dan ook heel graag hun biografieën en hun verhalen. Hoe dat zij bijvoorbeeld als enige vrouw in de politiek zijn toegetreden. Films en series heb ik spijtig genoeg wat minder tijd voor. Om daarnaar te kijken. Ja, ja. Maar ik heb begrepen, want ik ben daarvoor in therapie moeten gaan, in de slaapkliniek, dat het slechtste is wat je kan doen als je niet kan slapen, televisie kijken omwille van het blauwe licht. Dus dat probeer ik dan ook te vermijden. Dus ik lees dan liever een boek. Dus je was actief eerst in Roeselaar, ja. Dan Vlaams, de Senaat Federaal. Ja. De volgende stap Europees. Nee. De volgende
liever stop. Ja, het is al, ik heb Europese studies gedaan, dus ik zou wel weer terugkeren naar mijn roots. Maar zoals u zegt, ja, ik heb natuurlijk een hele weg bewandeld. Ik ben eigenlijk voor de eerste keer verkozen geweest in het Vlaams parlement op mijn 39ste. En dat betekent dat ik 20 jaar achter de schermen heb gewerkt van de politiek. Dus ik ben begonnen als jong VLD-voorzitter in Roeselaren. Dan ben ik politieke wetenschappen gaan studeren in Gent. En dan ben ik dus in Gent blijven wonen. Maar ja, om in Gent dan aan politiek te beginnen doen, wanneer dat je daar niet op school hebt gezeten, wanneer dat je daar niet op de scouts hebt gezeten, wanneer dat je ouders of je familie daar niet woont, is dat wel een uitdaging. Hè? Dus je begint eigenlijk niet met een vaste basis van mensen die je kennen. Want ik ben nog altijd van mening dat mensen pas op jou gaan stemmen wanneer dat ze jou kennen. Ze moeten een politicus vast kunnen nemen. Vandaar dat ik ook in mijn vrije tijd zoveel mogelijk rondloop, omdat ik zoveel mogelijk mensen wil zien en wil vertellen waarom dat ik aan politiek doe en vooral de ideeën en de input meenemen. Ja, absoluut. Ik probeer dat zo vaak mogelijk te doen. Maar natuurlijk, ja, dus ben ik in Gent stapje per stapje beginnen opbouwen en dan heb ik eigenlijk jarenlang de zaterdagmorgen huisbezoeken beginnen doen. Dus van deur tot deur gaan aanbellen en mij zo bekendmaken bij de Gentenaar. En dan ben ik na mijn studies beginnen werken eerst voor Fientje Moerman. Van Fientje Moerman heb ik echt het feminisme aangeleerd geweest, omdat een heel grappige anekdote toen dat ik nog maar net bij Fientje werkte, die mij nog altijd heel fel in mijn hoofd zit en dat ik nog vaak vertel aan mensen, is dat Fientje moest gaan spreken voor een groep ondernemers in Oost-Vlaanderen in Gent. En zij geraakt er niet. En ze zegt, Stefanie, zou je mij kunnen vervangen? En ik zeg, ja, geen probleem. En dus de organisatie wordt verwittigd van, ja, de minister zal er niet zijn, maar er zal een vervanger komen van het kabinet. Dus ja, ik was toen een meisje van 23 jaar, een beetje nerveus. Ja, dus ik doe een zwart kostuum aan en een wit hemdje daaronder. En ik loop naar de locatie waar dat groot evenement plaatsvindt. En de organisator, ja, die staat iedereen te verwelkomen op de trappen van de locatie. En ik stap naar hem toe, ik steek mijn hand uit en hij zegt, en u bent van de catering? Dus ja, en dat is natuurlijk weer zo het typische vooroordeel waar dat we het daar net over gehad hebben. En dus van Fientje heb ik dat aangeleerd, hè, dat feminisme. Dan na Fientje ben ik beginnen werken voor Sas van Roeverwa. SAS was schepen van haven en innovatie. Dus dan heb ik eigenlijk de overstap gemaakt van de Vlaamse regering naar het lokale, naar de stad Gent. Dan ben ik een aantal jaren zijn kabinetchef geweest. En is dat niet... misschien ben ik verkeerszaaier. Wel, het is meer boots on the ground. Hè. Het is vatbaarder. Dus... En ik heb het even graag gedaan. En natuurlijk, ja, ik had de chance, SAS was toen schepen van de haven. Dus sowieso heb je het internationale luik die daar sowieso bij komt kijken. En daarna ben ik dan, is SAS Vlaams volksvertegenwoordiger geworden. Ben ik hem meegevolgd als zijn medewerker. En dan eigenlijk voordat ik definitief verkozen ben geweest in het Vlaams parlement, was eigenlijk mijn laatste job, was ik adjunct kabinetchef bij Sven Gats. En van Sven heb ik vooral geleerd om een olifantenvel te kweken, want dat heb je ook nodig in de politiek. Dus het komt er eigenlijk op neer dat ik 20 jaar achter de schermen heb gewerkt. En daar ben ik heel blij voor, omdat politiek is een métier. Dat leer je niet van dag 1 op dag 2. En daarbij ook, dat heeft mij de kans gegeven om te kunnen groeien in mijn functie, om ook te kunnen groeien als politica. Maar ik neem aan, politiek... Uw leven bestaat. Ja. Ja, inderdaad. Ik heb eigenlijk geen... Nee, absoluut niet. Ik had altijd de droom om balletdanseres te worden, maar ik bleef sukkelen met een bepaalde blessure en ik ben moeten stoppen met mijn ballet. Het is politiek geworden, maar het is een passie. Het zit in mijn bloed en het gaat er heel moeilijk uit. Hoe zwaar dat het soms ook is, zowel een impact op je privé... als ook een impact op je lichaam. Hè? Want we doen lange dagen, we eten ongezond. Eigenlijk is dat toch een vorm van
topsport. Absoluut, ja. En dus moet je je lichaam eigenlijk ook kunnen traineren als een topsporter. En dat steekt er natuurlijk wel een beetje bij in. Want ja, het is dan... Hè, vanavond heb ik dan ook weer een lunchvergadering. Ja, wij komen samen vanavond om 9:00. Ja, dan heb je gegeten om 9:30. Ja, dan weet je sowieso al dat dat niet de beste en gezondste manier is om te gaan slapen. Het ding is ook dat... Wanneer je in de politiek zit, is er heel weinig onderscheid tussen privé en werk. Wat bedoel ik daarmee? Als ik vanavond bijvoorbeeld met de fiets naar huis rijd, ja, dan kom je altijd wel iemand tegen die met een probleem bij jou komt. En die zegt, ja, Stefanie, ik zou dit willen aanvragen. Bij wie moet ik daarvoor terecht? Kom je naar mijn eetfestijn op dat moment? Dus... Er is geen onderscheid. Ik kan niet zeggen, ja, vanavond om 6:00 stopt het nu en even geen politiek niet meer. Dus je doet dat eigenlijk dag en nacht, weekend en week. Maar dat houdt dat u dan niet tegen en nu ben ik heel persoonlijk om een normale relatie aan te... Wel, ik heb geluk, ik heb een partner die daar heel goed mee om kan. Die heel tof is. Ja, voilà. En die kan daar heel goed mee om. Hij is kabinetchef van de gouverneur in Oost-Vlaanderen. Ja, voilà. Dus hij weet, hij is kabinetchef geweest van Gwendoline Rutte. Dus hij weet, en hij wist gelukkig ook op voorhand wanneer we een relatie begonnen, dat hij een relatie begint met Stefanie de vrouw, maar minstens evenveel met Stefanie de politica. Ik heb geen kinderen, buiten mij wel om. Ik kan geen kinderen krijgen. Natuurlijk. Had u dat zo graag gewild? Ik had, als het fysiek mogelijk was geweest, had ik graag kinderen gehad, ja. Maar natuurlijk, ik kan daar ook heel gemakkelijk over praten. Hè, want dat is ook nog altijd wel zoiets dat een soort van taboe is. Hè. Er zijn heel veel mensen die zeggen, je hebt geen kindjes. En ik zeg daar heel open over van, ik kan geen kinderen krijgen. Dan zie je soms mensen zo 5 stappen achteruit zetten. Dat ik zeg van, oké, ik heb daar vrede mee. Maar natuurlijk, wat doe je dan... Ja, je vervangt dat natuurlijk. Hè. Je vervangt die tijd dat je normaal met je gezin zou spenderen. En ik heb dat vervangen door te werken. En gelukkig doe ik mijn werk heel graag. En is mijn werk een hobby en is mijn hobby een werk. Dus het enige wat ik soms inderdaad wat in de gaten moet houden, is mijn gezondheid. Omdat ik, zoals ik al zei, niet de beste slaper, niet de beste slaper ben. Je bent zelf over de gezondheid. Misschien een minder leuke vraag. Onze mispatiënt, wanneer zou ik moeten kiezen voor euthanasie? Heb jij ergens een grens? Ja, het is toevallig omdat ik daar deze zomer heel veel gesprekken over gehad heb met een vriendin die eigenlijk terminale kanker had. De dokters hadden haar nog 2 maanden gegeven, maar eigenlijk 2 maanden waren 3 maanden, 4 maanden, 5 maanden. Gelukkig maar, en ze was eigenlijk nog redelijk goed. Hè. Maar ze had toen eigenlijk al haar wilsbeschikking voor euthanasie opgemaakt. En voor haar kwam dan ook telkens de moeilijke vraag, ja, wanneer is nu de moment gekomen? Omdat, ja, voor effectief dan de euthanasie uit te voeren, moet je bij bewustzijn zijn. En zij was telkens bang van, ja, op een bepaald moment ga ik in een soort van coma zakken, zal ik eigenlijk die euthanasie willen en zal dat dan niet kunnen gebeuren. Maar aan de andere kant was ze eigenlijk ook wel nog goed en had ze geen pijn. Uiteindelijk, wat is er gebeurd, is spijtig genoeg deze zomer dan ook overleden. En ze is eigenlijk effectief ook, ja, weggezakt, dan niet meer in bewustzijn. Maar die periode heeft heel kort geduurd en ze heeft uiteindelijk geen euthanasie gepleegd en ze heeft eigenlijk ook geen pijn gehad. En dus voor mij ligt daar wel de grens. Pijn hebben. De moment dat je ook een beetje de waardigheid over jezelf niet meer hebt, dat je constant verzorging nodig hebt en dat die pijn ondraaglijk wordt, dat zou voor mij de persoonlijke grens zijn. Maar dat is, ja, heel moeilijk, denk ik, ook om daar nu wel op te projecteren wanneer dat je eigenlijk niet of nog niet in die situatie bent. Maar... ja, denk vooral de pijn, dat voor mij een grens is. Maar zoals je zegt, ja, we zijn humanisten en we trekken zelf die grens. Hè? Ja. Een leukere vraag om te eindigen.
Wat is liefde en is er een gebrek aan liefde? Ik denk dat er heel veel vormen van liefde zijn. Ik ben iemand die het leven echt drinkt. Bij wijze van spreken, ik ben echt iemand die probeert uit elke seconde van de dag het mooiste te maken. Waarom is dat zo? Ja, ik heb gezien bij mijn vader dat het in een knip op een heel jonge leeftijd voorbij kan zijn. Ik heb op heel jonge leeftijd 2 hartstilstanden gehad. Ik heb hartproblemen. Dus ik geniet echt van elke seconde van de dag. En dat is voor mij liefde. Dat is voor mij de mensen, de bevolking, uw kiezers, ook die graag zien. Uiteraard ook de liefde voor mijn partner. En vooral ook de liefde voor mijn ouders. De band die ik bij mijn ouders heb is ongelooflijk sterk. Want ik heb ook vernomen of gehoord dat je bezig bent vaak te zien en te horen bent in de LGBT-community. Ja, absoluut. Ja. Dus liefde is liefde. Liefde is liefde, absoluut. En spijtig genoeg is dit vandaag, denkt nog niet iedereen daar zo over. Hè. Dat je van iedereen mag houden, welke kleuren dat zij heeft, welke geaardheid dat hij of zij heeft. En dat is ook echt een van mijn persoonlijke gevechten, omdat mijn beste vriend behoort tot de regenbooggemeenschap. De verhalen dat hij mij soms vertelt, dat hij anno 2023 soms eigenlijk niet hand in hand met zijn man loopt, omdat hij nog steeds vreemde blikken krijgt, dan maakt mij dat kwaad. En dan zeg ik, ik heb er de megafoon voor om dat duidelijk te maken, om tegen die conservatieve krachten te zeggen van, zoals je zegt, liefde is liefde. En ik gebruik dus ook wel heel hard die megafoon. Maar ik neem aan dat je nu hier in de Senaat dan meer mensen tegenkomt of spreekt van landen waar dat niet evident is. Ja, absoluut. En ik ga dat ook nooit onder de mat schuiven of ook wegsteken. Ik ben bijvoorbeeld een aantal maanden geleden was ik op een missie in Bahrein. En daar wordt dan gevraagd om een speech te geven. Wel, ik heb een speech gegeven over het feit dat er in mijn land 20 jaar homohuwelijk bestaat. Ja, een aantal Afrikaanse landen die zijn opgestapt tijdens die speech. Ja, ik ga niet wegsteken wat dat 20 jaar geleden in mijn land is beslist en waar dat ik heel trots op ben. En als ik dan met mijn speech andere landen kan overtuigen, of misschien de bewoners of de inwoners van die andere landen, dat zij oké zijn en dat het goed is en dat ze moeten blijven vechten en blijven op straat komen, ja, dan denk ik dat dat ook een onderdeel van mijn job is. Mevrouw Doze, Stefanie, het was een enorm leuk en interessant gesprek. Nogmaals, enorm bedankt. Dit was Ad Casa en Tim. Tot de volgende.